Ja, voorzitter, de heer Wilders zegt natuurlijk. Natuurlijk wil ik natuurlijk. Dat. Natuurlijk. Maar dan wil ik toch vragen, want dat vraagt dan ook om wat meer volwassen gedrag. En als ik dan kijk in die laatste dagen, dan komt er zo'n fotootje naar buiten. Een fotootje van nog drie partijen die aan tafel zitten met de informateur en dan dat lege stoeltje erbij. Om even aan te tonen, kijk, de heer Omtzigt is van tafel weg te lopen. Hij is degene die schuldig is. Dat is toch geen signaal naar de heer Omtzigt dan om te zeggen, daar willen wij graag mee om tafel. Dat is toch gewoon kinderachtig gedrag. Dat is toch niet een signaal van, natuurlijk wil ik met de heer Omtzigt verder. Dat is precies de volwassenheid die je van de heer Wilders zou mogen verwachten. Dat je dat soort grapjes niet uithaalt. Dus graag zou ik daar van de heer Wilders een reactie op willen horen. Hoe verhoudt zich dat tot natuurlijk wil ik met de heer Omtzigt door? Natuurlijk met de Omtzigt door. Ik ga niet reageren op fotootjes die waar of niet staan. Wij willen natuurlijk door. Wij willen gewoon met elkaar en met wie dan ook zou ik bijna zeggen. Het land moet bestuurd worden. En als dat niet kan in route A, dan moet het naar route B. En als die kan op route B, dan moet het route C. Weet je, het was veel makkelijker voor mij om te zeggen met 52 zetels in de peilingen. Oké, jongens, verkiezingen. U wilt niet weten hoeveel mails ik krijg van PVV'ers die zeggen, blaas het op. Verkiezingen, we worden de grootste, bla bla bla. En toch kiezen wij die route niet, omdat we een verantwoordelijkheidsgevoel hebben voor Nederland. Omdat we vinden dat Nederland een regering nodig heeft, waar we op een volwassen manier aan meedoen. Ook richting heer Omtzigt en iedereen hier in de Kamer hebben wij die rol en zullen wij die rol blijven houden. Afrondend. Ja, voorzitter, concluderend. Het is geen volwassen manier, deze manier van doen van de heer Wilders. Het is kinderachtig. En op deze manier blaast u juist precies op wat u wilt bereiken. En ik denk ook dat dat goed is voor Nederland, dat dat een keer gezien wordt. U komt, voorzitter. Dank u zeer. Ik heb eigenlijk, denk ik, nu het meeste al beantwoord in die anderhalf uur dat ik hier ongeveer sta. Dus ik denk dat ik het allemaal oversla en dat ik op het einde kom. En dat is, voorzitter, ik zei het net al in de interruptie tegen de collega net, de PVV wil graag. Wij gaan ervoor. Want ondanks alle verschillen is het nog steeds mijn overtuiging dat we er wel uit kunnen komen. En we moeten er ook uitkomen. Het kan gewoon niet dat wij er niet uitkomen. In welke vorm dan ook. Dat kan extra parlementair, dat kan gedogen, dat kan een minderheidskabinet. Ik zei net al, in mijn hart zou ik zelf nog steeds liefst gewoon een meerderheidskabinet hebben. Maar hoe dan ook, we moeten eruit komen. En vandaar, voorzitter, dat ik in tweede termijn een motie zal indienen om een nieuwe formateur te benoemen. En dat doe ik dan natuurlijk pas. Maar ik wil even aangeven wat het beeld van mij daarbij is. En dat is, ik zei het net al, in de vorige ronde zijn we eigenlijk niet toegekomen aan de vorm van politieke samenwerking, omdat dat niet kon. Maar die vorm kan juist het breekijzer zijn voor meer beweging in de formatie. En mijn voorstel is dan ook om een nieuwe formateur de opdracht te geven om in een korte ronde, een paar weken, drie, vier weken maximaal, als het korter kan, graag een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van politieke samenwerking die aan de ene kant recht doet aan de verkiezingsuitslag, inclusief alle grote verschuivingen die daarbij zitten, maar ook aan de informateur vraagt, dat is het beeld erachter wat ik heb, dat hij ook gesprekken voert met alle, met een streep onder alle fractievoorzitters en ook, misschien wel vooral, gaat praten over de vorm. De vorm zat ons dwars. Laten we nou kijken in een korte tijd of we die vorm kunnen inventariseren en wat mee kunnen doen. En ik heb, voorzitter, de heer professor Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en thans voorzitter van de SER, bereid gevonden, als de Kamer dit in meerderheid zou steunen, om deze taak als informateur op zich te nemen. Was dit uw bijdrage? Nee, dan dan maak ik hem even af. Oké. Okay. Voorzitter, hopelijk kunnen we dan verder na die tussenstap. En u ziet het, de PVV en ook ikzelf, wij geven nooit op. We gaan altijd door. En het feit dat ik hier nu sta als leider van de grootste partij van Nederland laat zien dat opkomen voor vrijheid, opkomen voor je eigen land, opkomen voor je eigen mensen altijd het enige juiste is. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. De heer Jetten. Ja, voorzitter, het is interessant om te constateren dat het lidmaatschap van de Partij van de Arbeid een soort randvoorwaarde is om als informateur voor de hele wereld aan de slag te gaan. Maar dat is even zitten twijfelen.